Goede tijden, slechte tijden, shorty. Ik wil een nieuwe intro, ik wil een nieuwe intro. dit heeft een nieuwe intro, ik wil ook een nieuwe intro. Dus iemand, één van jullie, verzin een nieuwe intro voor mij. Of jij mag hem ook helemaal zelf maken en naar mij sturen. Dus doe iets, doe iets, doe iets! Trouwens, volgens het Hot or Not onderzoek over of de intro nou hot of not was. Het is not geworden. De meeste mensen vinden hem dus gewoon tien keer niks. Ach ja. Maar ja, um, wat is vandaag gebleken uit Vandaag's aflevering mm, Even denken, Lorena kan totaal Niet liegen Ja, um, ik, ik liep met Nina en um, Toen gleed ze opeens uit Oké okay. Maar nee hoor, er was nog veel meer Net zei ze dat ze erbij was en daarna Nee Jeff, ik was er niet bij En Jeff, maar net zei je dat je erbij was En zei ze van Is dit een kruis voor hoor Je bent lekker bezig Vervolgens komt Aysen binnen en schrikt Lorena gewoon. Ze schrikt. Oké, okay. en wat zegt Jeff? Waarom schrik je zo als Aysen binnenkomt? En zei ze van, ik schrik altijd als Aysen binnenkomt. Strike three, you're out. Doei, douche, oprotten. Zou wel heel vaag zijn als ze altijd schrikt als Aysen binnenkomt. IJs is binnengekomen. Aysen, komt. Aysen. Maar ja, Lorena is ook gewoon niet zo slim en ze doet ook helemaal niet verdacht hoor. Helemaal niet. Want Jeff zei: waarom ben je naar Israël gegaan? Zo snel en zo uit het niets. En wat zegt Lorena? Wat? Ik ben niet naar daar gegaan om, om Nina van de rots af te duwen of zo? Welke rots? Niemand, heeft, niemand had het erover. Jezus. Lorena gaat zo slecht hè. Als de politie haar ondervraagt: Lorena, waar was jij op maandagmiddag om drie uur? En Lorena zo van. Nee, 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 ik was niet met mijn mes aan het zwaaien. En toen heb ik per ongeluk in mijn dood gestoken. Dat heb ik niet gedaan. Maxine komt uh, de kamer binnen, de ziekenhuiskamer. Want uh, daar ligt Nina, in coma. En ze vraagt: Hoe is het, hoe is het met haar? Nou, um, ja, ze, ze ligt in coma. Dus het, het zou vast niet zo goed gaan, Maxine. Ja. Voor de rest, Veldman is zo flauw. Veldman is zo flauw. Wat doet hij? Hij steekt zijn rechterhand uit. Terwijl hij weet dat Ludo's rechterhand in gifs is. <laughs> dat was zo flauw. Er is vandaag niet zoveel gebeurd. Hopelijk gebeurt er morgen nog veel meer. Wil jij morgen weer een GTC-shot? geven? dit dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Niet vergeten. Wel doen. En voor de rest. Waarom denk jij dat Vincent Thijs heeft geslagen? Dat zag je in het voorstukje. Dat Thijs, Vincent, Vincent Thijs. Morgen slaat. Waarom denk je dat hij hem slaat? Laat het weten in de reactie. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. En wat denken jullie dat Ludo met Veldman gaat doen? Of andersom?